Yes, tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog op mijn kanaal. Ik ben Bart Breda. Ik ben vandaag met Harm. Hallo. En Harmen komt zo meteen ook. Wordt echt verschrikkelijk. Ik wil voor jou uit kaart gaan houden vandaag. Ja, dat wordt echt verschrikkelijk. Hey, ik heb capuchon op, want het regent heel hard. Het regent echt heel hard. Het is echt verschrikkelijk. Het is heel druk. Er is een heel groot bedrijf. Philips is er vandaag. Maar dat maakt niet uit. Want de wintereffing is ook voorbij trouwens. Moest ik wel even zeggen. Vind ik leuk. Want we hebben echt heel veel te doen vandaag. Want er is deze week immens veel nieuws naar buiten gekomen. Ja, immens veel. Echt heel veel. Carnaval Festival gaan we naartoe beginnen. De oude Tuffe baan. We gaan een plattegrondje kijken. We hebben het gewoon hartstikke druk aan. Maar dat is wel leuk toch? We gaan beginnen. Let's go! Oké, ik kom in het achterdeel dat ik net mijn mond niet had afgedaan. Ik had net een vieze vuile koffie en zo'n kleine mond. Waarom heb je dat niet gezegd? Ja, omdat ik dat niet gezien heb, oh, jongen. Vreselijk. Jongens, wauw. Ik heb deze week vanuit mijn kamertje met heel veel regen in en heel veel slecht weer gekeken wat er allemaal naar buiten is gebracht. Er is een nieuwe plattegrond beschikbaar gekomen. Die gaan we daar even laten zien. Maar op die plattegrond staat dus iets wat best wel important is voor dit jaar. Want de oude Tufbaan die gaat deze zomer ergens een keertje, ik weet niet wanneer. En er is een heel nieuw, compleet nieuw baan verlopen of zo, volgens mij, hè? Ja, nee, dat klopt. Ze hebben een heel nieuw baanverloop hebben ze bedacht voor de oude Tuffenbaan. En de kartjes gaan weg. Maar we gaan straks in de oude Tuffen toe. Wacht even op Harmen daarvoor. Hé, hey, Jos, goed, hè? Ik zet de Carnaval Festival, want het kan je niet ontgaan zijn. Ja, laten we gewoon er naartoe lopen en dan gaan we er uitgebreid over hebben. We staan hier naast de meest besproken Efteling-attractie van de Efteling, Carnaval Festival, want er gaat veel veranderen. Er is natuurlijk laatst al een paar maanden geleden aangekondigd dat die 3 maanden dicht gaat, van 4 maart tot 31 mei. Maar ze gaan heel veel veranderen. Er gaan in totaal 3 scènes gaan ze veranderen. De Afrika-scène, daar hebben ze natuurlijk al een concept art van online gehad, deze. Japan en China gaan ze veranderen. En ze hebben het in het persbericht hebben ze het ingedeeld in 3 stukken. Ze gaan thematisering, dus dan die 3 scènes gaan ze aanpassen. LED-verlichting, dat hebben ze natuurlijk bij Symbolica, Baron, eigenlijk bij de Vata gedaan. De andere verlichting gaan ze vangen voor LED-verlichting. En ze gaan de gondels gaan ze aanpassen. Nieuwe motors in de kartje. Kartjes, ja, dit ding is al 35 jaar oud. Dus dat is best wel verouderd. En wat iedereen natuurlijk afvraagt, Bart, wat vind je ervan? Tot die poppetjes eruit gaan. Want in Afrika zijn er poppetjes. Staan er poppetjes met neusringen. Sommige mensen vinden dat racistisch. Ja, mij maakt het in ieder geval niet zo heel veel uit. Ik vond al heel lang tot de Carnaval Festival vanaf Sende Italië eigenlijk gewoon niet meer kon. Dus ik vind dat ze de goede beslissing maken om die laatste scènes flink aan te gaan passen. En ja, of dat daar poppetjes met de neusring in staan of niet, ja, dat zal mij een zorg zijn. We gaan nou even weten. Ik ben er echt letterlijk al heel lang niet meer in geweest. Is het wel een verschrikkelijk lange rij. Maakt niet uit, mocht het maar niet drukken. Let's go to Carnaval Festival. Het schijnt, dat weet ik niet zeker. Ik heb gehoord van mensen dat aan de achterkant van deze pop een heel groot gat zit. Dat hij helemaal kapot is. Dus daar kunnen ze ook meteen lekker vervangen. Ja, Harm, ik zei het ook al. Ja. Tot nou die mensen met deze dingen erin zijn of niet, dat zal mijn zorg zijn. Klopt, daar maakt het niet. Het kan gewoon niet meer. Nee, klopt. Het is gewoon echt ouderwets. Het is op. Maar ja, terug is het ook een keer veranderd. Toen ging Loekie de Leeuw eruit. Die hebben ze ook alles al een deel veranderd. 2012. Ja, en maar ja, het kan ook niet anders. Ik denk, het staat al 35 jaar. Dat is echt al lang. Maar voor mij hadden ze ook alle service mogen veranderen. Zonder meer. Maar ja, we gaan erin. Let's go. Oké, Han, daar gaat ie. Daar gaat ie. Oh, ga hier al om mijn muil. Tasjes neer, let's go! Yes! Ta 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 ta. Hey, feest! Ta 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 ta. Joepie! Dit 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 kwak 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 kwak. Tijdens de renovatie wordt dus het systeem wordt schijnbaar aangepast hier van de karretjes en de motors worden aangepast. En ja, overal LED-verlichting, dus er wordt een beetje anders uitbelicht. Volgens mij gaan ze hier vrij weinig veranderen in het Nederlandse gedeelte. Wat ik overigens ook echt een goed gedeelte vind. Dit vind ik echt schitterend. Ik kom zo meteen bij jullie terug als ze bij het gedeelte komen wat ze nog aanpassen. Harm, we komen uit het gedeelte waar we over 2 maandjes afscheid. Dan moet je over 1 maandje af. Ja. Oh, ik denk dat deze er ook wel zo uitvliegen. Nou, niet leuk. Hi. Hallo. Harm, als je dit ziet, wacht, kijk. Ja. Nou weet je, ik heb er nooit iets in gezien, maar goed. Als klein kind vraag je toch je altijd één vraag af, of niet? Ja. Ja, dat dus.
Even kijken, dit vind ik ook altijd zo schitterend. Vroeger vond ik dat zo leuk hoe dit kon. Tot die dan omlaag gaat en dan nieuw omhoog. Wauw. Wel vet, hè. Dat is echt amazing. Wat dacht je altijd hier? Van die marionet, iemand met van die, ja, zo'n touwtjes, klopt, weet je? Klopt. En ik vind dit ook altijd, vroeger was ik altijd heel bang voor deze draak. Nou ja, ik ben nog steeds. Ja, ik vind die ogen zo lelijk, hè. Kijk, echt van die ingetekende oogjes. Chong Ha, Leon Ha, Jing. Daar ben ik ook heel goed in. Jing Chong Ha, American, this one time. Oh nee, dat is die Paris. Pa, 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 ja, pa, pa. Dit is ook altijd, waarschijnlijk gaan ze het ook denk ik wel een beetje veranderen. Ja, toch? Anders zo dit ding. Systeem wat je hier dan ziet, dat dacht ik dus ook bij die vliegen. Die je net zag. Oh, dit? Okay. Ja, zo bedoeld, zo dacht ik het altijd. Oké, okay, maar kijk. Altijd zo even zo'n traditie. Ja, hey, dat is Jet. Altijd om even omhoog kijken, dat is altijd al iets dat je altijd doet. En nu komen we bij het gedeelte dat helemaal onder de loep gaat. De poppetjes en ja, dit is dus racistisch, denk ik. Ja, nu zijn we in Afrika en ja, dit wordt helemaal veranderd. Dus ik ga even zwaaien. Hey Yoki, hoi, hoi. Nou jongens, doei. Ik vind het wel meevallen. Dit vind ik al schitterend. Ja. Bye. Ja, dat muziekje is ook mooi. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Lekker zomersmuziekje. Dit is ook heel leuk gemaakt, vind ik dit. Ja, schitterend. Taats of totempaal. Dit vind ik ook een heel bijzonder dit. Want dat vroeger een kleine badje was. Doei Yoki. Even lang voor de foto. 3, 2, 1. Beter dat wij er een half uur geleden zijn gegaan. Grijp niet de Tokyo gek. Daar heb je Harmen. Harmen! Jongens, je wordt heel erg Harm en Mun. Harmen. Harmen. Wordt heel erg. Het is niet zo moeilijk, het is gewoon een N erachter. Ja, ja. Hey, Harmen, hoe is het? Ja, goed. Hey, het is een beetje slecht weer. Harmen, waar zijn we nu? We zijn bij de oude Tuffers. In de wachtrij, kijk. En we zijn er heel lang niet meer geweest. Laatste keer heb ik mijn rijbewijs gehaald hier. Het zag er zo uit. Niet met vlag en wimpel. Nee. Maar ja, ik heb inderdaad, het is klopt. Kijk, dankjewel. Gefeliciteerd. Super, dankjewel. Tot hier erbij, hè? Dankjewel. Top. Yes, ik heb mijn rijbewijs. En ze gaan iets veranderen. Ja, ze gaan er verschillende soorten autootjes op zetten. Ja, ze dus oude foto's gaan weg. Oude karretjes. Jammer. En er is ook een nieuwe protocol online gekomen. Ja. En mijn vraag is, ik weet niet of het zeker gaat de baan verloop anders worden of niet? Nee, volgens mij blijft de baan verloop gewoon. Oh, het blijft gewoon hetzelfde. Oké, je hebt het verkeerd. Maar er komen andere auto's op, allemaal verschillende. Oké, okay, dus ik ben benieuwd. Wie gaat het sturen? Nou, jij mag best sturen hoor, van mij. Nou, let's go. Oei, we gaan sturen. Het zijn er van. Let's go. Ja, in een bochtje. Ik ben ook aan het vloggen. Oh, sorry. Ja. Niet door mij heen gaan. Rijden in een wagentje. En als je dan niet verder kunt, dan draag ik je. Rijden in een wagentje. En als je dan niet rijden kunt, dan draag ik je. Nou jongens, dit waren de oude Tuffers. We gaan heel snel erin, want ik vries echt. Ja mensjes, we zijn een paar uurtjes verder. We gaan nu naar de baron toe. Eindelijk in een baron. En kijk eens jongens, speciaal voor jullie. We gaan filmen onderuit op de baron. Dus dat gaan we... Oh, meeuw. Harmen, die zijn meeuwen. Wegwezen hier. Wegwezen, meeuw. Harmen. Wij willen niet in beeld. Hier zijn meeuwen. Hier zijn meeuwen. Oh leuk, ik heb geen brood meer, dus dat kan niet. Weet je nog de vorige keer? Ja, maar ik heb geen brood meer, dus dat kan nog niet. Kun jij dat stukje je even... veilig. Kun je dat stukje even in de vlog tellen? Of moeten mensen even naar de vlog gaan kijken? Wacht, hou mijn paraplu vast. Mijn paraplu. Oh ja, ik klap even twee keer mijn handen, dan zijn we er. Lieve meeuwen, ik heb hier een stukje brood. Nee, maat! Nee. Vond je niet leuk, hè? Nee, was niet leuk. We gaan naar de baron, jongens. Let's go. Let's go. Go. Dat is. Kijk eens hoe mooi dat remhuisje er weer bij staat. Ja, hey. Linde, volg eens even. Hier komt mee. De Vliegende Hollander Master. Goeiedag allemaal. Jullie weten, de Vliegende Hollander is natuurlijk dicht, want het is hartstikke winter en hartstikke koud. Maar, moet je eens even kijken. Het remhuisje heeft heel lang in de stijgers gestaan. Hij is uit de stijgers. En wat ziet hij er weer mooi uit. Kijk eens even hoe netjes hij er weer uitziet. Mooi van kleur. Strak in de lak. Prachtig.
Hij gaat, normaal gaat hij in februari altijd al open, maar nu pas in maart. En wat wordt er veranderd? Weet je dat? Nee, maar elk jaar zijn ze altijd lekker met de ketting bezig die in de bak van het water ligt. En halen ze altijd het water even naar beneden en zo. Maar volgens mij komen er geen grote nieuwe dingen, behalve natuurlijk de single rider erbij. Ja, dat is wel waar. Dan komt de single rider bij Vrienden Hollander. Maar goed, we gaan in de bron, let's go. We zijn om te filmen. We zijn in de bron geweest, zoals een draak heb je ongeveer van kunnen zien. We gaan naar Carnival Festival Vogelrok. Het is zo lekker warm daar altijd. Ja, nou ja, wij hebben aan het begin van de vlog natuurlijk al heel veel over Carnival Festival gehad, maar we gaan gewoon gezellig mee. Het is nou droog, maar ik heb het wel koud. Hey Harmen, ja? Wat vind jij van het update van het Carnival Festival? Over de Carnival Festival, ja. Ik vind het ten eerste de technische updates die ze gaan doen zijn natuurlijk fantastisch. LED-verlichting is altijd beter en dat ze die gondels gaan aanpassen. Heel mooi, want het piept het kraken komen al een beetje. Komen nieuwe gondels? Nee, er komen geen nieuwe gondels. Wat ze wel gaan doen is ze gaan alle gondels één voor één uit de baan halen om te... om ja, een beetje een likje verf te geven. Maar stel maar voor 3 miljoen dan kun je gewoon nieuwe gondels maken. Ik weet niet wat MacRides betaalt voor een nieuw Omnimover systeem. Ik denk dat het wel wat meer komt. Ik zou het niet weten. Nee, maar wat vind je van de update? Van de, wat maar je... voor de scènes, de reden die de Efteling geeft, namelijk in de scènes Azië en Zuid-Afrika wordt geen feest gevierd. Dat klopt, daar hebben ze gelijk in. Dus dat ze dat aanpassen, weet je. Nou ja, wat jij zei, in Engeland is het ook weer feest gevierd. Jawel, in Engeland staan ze achter die hekjes zo. Ja, nou. En in zo'n polonaisetje draaien ze nou, rond. Nou, ik zou je eerlijk zeggen, Harmen die zei me net vanochtend iets. Dat dus in elke scène een feestgebied wordt. Behalve in Japan, China en Afrika. Ja, klopt. En dan heeft hij ook gewoon gelijk melk. Ja. Het is geen smoes van de Efteling. Het is echt waar. Alleen, het heeft natuurlijk ook natuurlijk te maken met alle uitspraken die er zijn gedaan. Ja, het heeft natuurlijk ook een hele andere reden. Maar doen ze scène waar geen feest gevierd wordt? Nou, ik vind Frankrijk ook niet echt een feestvierige scène, zou ik het zo zeggen. In Frankrijk niet feest gevierd? Manneke toch! Daar staan ze te dansen. Manneke zegt dat er in Frankrijk geen feest gevierd wordt. Daar wordt de meeste feest gevierd door heel de attracties. Nee, Nederland. Daar wordt de meeste Nederland en Frankrijk. En Duitsland. Oh, jongen toch. Ga je schamen. Het is hier rustig. Hé, hey, dat is wel lekker. Het is hier echt een beetje ijsstorm. Hey, weg. Kijk dan gaan we kwanten. Het is zo raar, jongens. Heel het vuur is heen. Er is hier veel ruimte. Maar die muts, die hiet hij nog op. Nou, jongens, daar gaan we naartoe. Carnaval Festival. Ja, we zijn wel ingers. Yes, dit was het alweer. Gewoon was leuk, hè? Ja, alleen nog wat meer. Ja, nu wij net gaan, is het droog. Maakt niet uit, mensen. Bedankt voor het kijken. Dank je wel. Dan meer op mijn kanaal. En tot bij de volgende vlog vanuit de Efteling. Doei, doei.